Ik sta hier lekker tussen de elektrische auto's bij Lies bij Telling Vrieling. Martijn, altijd leuk om hier te zijn. Dank je wel. Een mooi setje bij elkaar. Ja. Maar de naam Lies bij Telling Vrieling doet natuurlijk al vermoeden van ja, dat is vooral ook voor de zakelijke markt. Klopt. Ik heb de naam ook al een keer aangepast, want In 2013 hadden we 0% bijtelling. Dus was Lies bij Telling vrij. Ja. Ik heb ook al een nieuw naam vastgelegd. Zero Emission Center. Ah, kijk. Daar gaan we. Je ziet ook een verschuiving, omdat de bijtelling cap op 50.000 euro zit en inmiddels op 40. Zeg ik dat goed? Ja, 40. Ja. Dat voor nieuwe auto's, dat de dure nieuwe EV's verkoop, ja, dat stelt eigenlijk niks meer voor. Wij focussen ons voorzakelijk op jong gebruikt, dus 2019, 20, 18. En je ruilt wel eens wat in en daar komen dan de particulieren op af. Hè. Alles wat 4 jaar of 5 jaar oud is. Ja, dat is eigenlijk voor een ondernemer niet meer interessant. Ja, want je hebt 5 jaar lage bijtelling. Dat is wel belangrijk voor dit verhaal. Hè? Een EV en een plug-in hybride hadden we dat ook. Maar dat is eigenlijk alweer achterhaald. Hè? Die zijn allemaal al meer dan 5 jaar lage bijtelling. Maar je hebt die 5 jaar lage bijtelling zakelijk. En daarna is voor een zakelijk rijder eigenlijk van, nou, niet meer interessant. Want je hebt die volle bijtelling. Maar dan wordt die dus voor de particulier interessant. Nou, is voor een VOF of eenmanszaak nog wel interessant. Okay. Want die betalen nooit meer bijtelling dan wat de auto kost. Ja. Dus als je dan een gebruikte EV koopt, ja, dat wordt een lastig verhaal. Ja, wordt nu, Maar dat is wel voor ons een interessante doelgroep. Ja. Want die kopen dan een 2 jaar of 3 jaar oude EV. Die schrijven 10.000 of 10% af per jaar. En daarna heb je dus de afschrijvingskosten plus de gebruikskosten van de auto als bijtellingsbedrag. Ja. Nou, dat is nog te doen. Ja. Maar voor elke BV is het na 5 jaar naar privé halen voor de handelsprijs. En dan beschikbaar stellen aan de zaak. Maar je ziet dat die particulier voor een 4, 5 jaar oude Tesla komt. Maar ook voor andere EV's. Ja. Hè, 5 jaar. Je moet eigenlijk kijken wat is er 5 jaar geleden geïntroduceerd als nieuwe EV. Ja. Ja, dat zijn eigenlijk de interessante auto voor particulieren. Ja. Want die worden zakelijk niet meer gekocht. Nee. Maar dat zijn er niet zoveel, toch? Nee, dat is niet zoveel. Het moet nog groeien en er komt natuurlijk steeds meer. Want we staan hier naast de Tesla Model S. Maar die zijn behoorlijk waardevast gebleven. Ja. Omdat was toen ook nog schaars. Hè? Nu zie je natuurlijk steeds meer EV's. En maar het is nog steeds schaars. Ja. Als we in Nederland kijken, zijn er best veel geregistreerd. Ja. Maar goed, dat is best veel. Maar dat verspreidt zich over Europa. Nu ligt handel, export wat stil door corona. Maar als je kijkt naar het aantal elektrische auto's wat er beschikbaar is, vind ik dat best veel. Alleen je moet goed zoeken naar die betaalbare. Ja. En dan kom je bijvoorbeeld bij een Renault Zoe met een huuraccu. En dan zeggen mensen, maar dan moet ik nog per maand betalen. Ja, maar het accupakket is gehuurd. Daar hoef je niet in te investeren. En als er wat mankeert aan die accu, krijg je een nieuwe. Doe maar een nieuwe accu, want ik heb hem gehuurd. Ja. Dat wordt veel door particulieren gekocht, zeg maar. Opel Ampera E is natuurlijk nu ook 2018 op de markt. Ja. Chevrolet Bolt. Ja, zoiets. Dus dat wordt nu ook interessant. Ja, want het is 5 jaar, eigenlijk na vier jaar. Er is geen ondernemer die voor 1 jaar een vriendelijke bijtelling en hem daarna weer verkoopt. Dat komt bijna niet voor. Nee. En het gaat er eigenlijk om de meer betaalbare EV's. En die zijn er. Er komen er steeds meer. Dat is het voordeel. Ja. En het moet natuurlijk ook iets zijn wat betrouwbaar is, waarmee je kan snel laden of redelijk snel kan laden. Ja. Nissan Leaf had natuurlijk best wat issues met koeling, verwarming van de accu, oftewel met range en met de houdbaarheid van het accupakket. Weet je, en daar haakt een particulier na 5 jaar, die haakt af. Ja. Die ondernemer heeft hem wel nieuw gekocht, maar na 5 jaar zegt hij, joh, weg met dat ding en ik koop wat anders. Die kun je voor relatief weinig geld kopen, maar laat wel het accupakket eventjes checken bij een dealer. Ja. Dat je... Ja. Top, want het zijn best dure, dure dingen natuurlijk. Aan de andere kant, er zitten veel minder onderdelen in een elektrische auto. Geen versnellingsbak op een Porsche Taycan. Geen motorblok. Je remt op de elektromotor, dus je verbruikt veel minder remvoeringen, zeg maar. Dus je gebruikskosten zijn lager. En de kans op een grote reparatie, accupakket. Dat is eigenlijk het enige. Ja. Ja. Maar er zijn toch wel wat EV's waar een nieuw accupakketje in is gegaan. Dus het is gebeurt. Een soort omgekeerde loterij. Ja. Hè? Je wil hem niet hebben, maar als je hem hebt, dan is het wel... Maar goed, een nieuw motorblok of een nieuw versnellingsbak komt bij een conventionele auto natuurlijk ook voor. Ja.
Als je een keertje vergeet olie te peilen of je een keer pech. Of... een keertje. Ja. Je rijdt al een tijdje. Ja, als je één keer vergeet olie te peilen, is die auto meteen, is meteen stuk. Kan maar weggooien. Maar dan heb je ook een hele dure. Ja, 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 nee, het kan. Nee, maar dat is natuurlijk waar je zeker als particulier natuurlijk wel rekening mee houdt. Ja. Wat heb je aan range nodig als particulier? En welke auto's zijn dan nog een beetje interessant? Er zijn natuurlijk ook wel bij waarvan je denkt... Nou, ja. Ja, maar... Dat is natuurlijk een veelgevraagde vraag van kopers. Wat is de range? Ja. En dan moeten ze vaak degene hebben met de grootste accu. Hè? Je hebt Tesla's met 75 kilowatt of met 100 kilowatt. Ik moet met 100 kilowatt. En dan vraag je hoeveel kilometer rij je? Ja, 20.000. Ja. Ja, maar wanneer ga je dan die lange afstand rijden? Want dat doe je dus schijnbaar niet door het hele jaar heen. Ja, op vakantie. Ja, maar is het dan erg om een keer extra te stoppen op de heenweg... en één keer extra stoppen op de terugweg? Nee, eigenlijk niet. Moet je dan voor het hele jaar zo'n hele dure EV kopen? Of zeg je, joh, ik kies voor een wat goedkopere. Ja. En als ik dan lange afstanden rijd, ja, dan stop ik een keertje extra. Ja. Er zijn mensen met Nissan Leafs of met Zoe's of met, zeker met Ampera... die gewoon prima op vakantie kunnen. Ja. Ja, en er komt steeds meer nieuw. En omdat Brussel beboet, als je als autofabrikant met al je merken... meer dan 95 gram uitstoot hebt, zie je dat heel veel geregistreerd wordt. Ja, ja, dus er komen heel veel nieuwe EV's. Ja. Die staan eigenlijk bij de dealers. Ja. En er komen steeds meer bij de dealers potentieel te staan. Ja. Met kortingen erop. Ja. Smart adverteert er al mee. Hè. Ja. 6.000 euro of 7.000 euro korting op een Smart. Nou kun je daar met z'n tweeën in zitten. Lekker op de maar voor op de stad, voor in de stad. Maar ook de ID3 bijvoorbeeld. Ja. Ja, joh, kijk maar, ik heb net even gekeken. Er staan er gewoon 1200 te koop. Nou, die auto is nu een half jaar in productie. Ja. Geregistreerd. Ja. Zijn gewoon massaal geregistreerd. En ja, die kun je gewoon met korting kopen. Ja. Nog steeds een hoop geld. Hè. Daar praat je nog steeds over 40.000 euro om een auto van 2020 te kopen. Ja. Dat is voor de meeste particulieren niet weggelegd. Nee, niet de nieuwe Dacia. Vanaf 18, nou ja, met snel laadpakket en met fatsoenlijke bekleding, kost hij misschien 20. Ja. Ja, heb je 150 kilometer, 180 kilometer range. Ja. Dat zijn ook de interessante auto's waarbij de subsidieregeling die er is, was. Ja, wat is de status? Voor nieuw is het was, want het potje is weer leeg. Ja. Ja. Voor gebruikte is er nog het potje, toch? Ja, we hebben nog steeds niet gehoord dat die leeg is. Nee. Dus dat is 2000 euro. 2000 euro die je dan erbij krijgt. Ja. Dat geeft wel aan dat het nog niet heel hard loopt met die tweedehands EV's voor de particulier. Nee. Nee, want dat is het. Ja. Waardoor komt dat? Aanschafprijs. Ja? Het is nog steeds een hoop geld. Ja. De particulieren die wij hier krijgen voor gebruikte auto's... zijn meestal auto's van 5 jaar of ouder. Ja, die willen we heel graag. Die willen heel graag dan in een Tesla rijden. Die willen een grote auto hebben... en die zijn bereid om een keertje 35.000, 40.000 euro te betalen. Ja, ja, daar zijn er niet veel van. Nee. En die krijgen nog niet eens 2.000 euro subsidie. Nee. Want die auto is te duur. Ja, en dat is het voor een mooie regel. In Nederland regelland. Dat is ook vraag of dat nou zo heel veel implement heeft. Zeg maar op Zoe, Kona, ID3, tweedehands vindt u nog niet heel veel. Maar daar... Nee. Daar wel natuurlijk. Ja. 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 Ja, maar dan maakt, weet je, op 40.000 euro is 2.000 euro te verwaarlozen. En op een nieuwe snap ik het. Want dan heb je en een nieuwe auto. En MG deed natuurlijk en 4.000 euro subsidie en 4.000 euro korting. Ja, ja, dat schoot lekker op. Ja. Dus daar is de pot heel hard doorgegaan. Ja, dat soort auto's. Ja. Wat is de tip om als je wel zegt, nou, ik ben particulier, ik wil graag elektrisch rijden. En welke soort auto's zou je naar moeten kijken? Ja, ja, je zegt natuurlijk, nou, ik heb hier een mooie Kona staan. Spannende kleur ook. Nee, dat is natuurlijk een beetje persoonlijk. Maar als je hem alleen maar gebruikt voor woon-werkverkeer en één keer per jaar voor de zomervakantie... Ja. Ja, dan zou ik zeggen, zoek gewoon een auto met de woon-werkverkeerafstand mogelijkheid. Zodat je heen en weer kan met één keer opladen. Ja. Dat die daaraan voldoet. En als het dan met de zomervakantie, als je het niet aandurft of niet wil... ja, huur dan voor die paar weken een auto. Ja. Of, kan dat uit, als je dat gaat uitrekenen? Want het idee geen wegenbelasting, geen brandstofkosten. Ja. Je rijdt ongeveer ten opzichte van een benzineauto voor een vijfde aan brandstofkosten... Ja. Of een derde aan brandstofkosten. Ja. Dus dat gaat al redelijk snel. Ja, dus je rijdt gewoon 1 op 80, zeg maar, even gemiddeld. Ja, precies. Maar zo, dus het is heel gunstig. Ja, dus best gunstig. Ja. En natuurlijk, procentueel gezien schrijf je weinig af.
maar je aanschafprijs is hoger. Dus je afschrijving is wel groot. Maar theoretisch kan zo'n auto veel langer mee. Want er zitten veel minder draaiende delen in. Ja. Dus ja, op de lange termijn is het super interessant om elektrisch aan te schaffen. En ik denk ook wel dat nu het moment gekomen is. Omdat vorig jaar Brussel begon met 95 gram beboeten. Ja, maar dat is belangrijk, hè? Dus de autofabrikanten die moeten hun hele vloot die ze verkopen moet op 95 gram of daar beneden zitten. Er zitten wat verschillen afhankelijk van welk merk en hoe groot de auto is en zo. Maar dat betekent dat als ze één keer een Audi RS6 verkopen, is dat ze er een heleboel Audi e-trons bij moeten verkopen. Precies. Om dat te compenseren. Ja. Of Volkswagen, want dat zit in hetzelfde concern. Ja, 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 of zoals Fiat het doet, die koopt gewoon bij Tesla. De CO2-credits in. Maar dat betekent dus dat er komt dit jaar potentieel een hoop elektrische auto's, zeg maar, die eigenlijk de markt in worden geduwd, om het zo maar precies te zeggen. En die worden gewoon geregistreerd in Europa en die moeten uiteindelijk naar een gebruiker toe. Ja. En of dat dan privé-lease is of rental companies. Maar die dingen moeten weg. Ja. Want ja, als het dood staat te wachten, dan kost alleen maar geld. Ja. Dus het is een interessant jaar, 2021, om in de gaten te houden, wat doen die prijzen? Nou, het is eigenlijk nu al interessant, want de auto's van 2020, die staan nu nog bij de dealer. Ja. 1200 en meer ID3's, ja, in Nederland alleen al. Hè. Die staan gewoon te staan en die moeten gewoon weg. Ja. Is dat voor alle elektrische auto's zo, of zijn er elektrische auto's die iets schaarser zijn? Of? Ja, Polestar is schaars. Ja. Tesla maakt eigenlijk geen voorraad auto's. Nee. Maar die hebben ook niks te compenseren. Ja, die verkopen het aan Fiat. Ja. Zo zijn er nog wel wat merken die het niet hoeven te doen, zeg maar. Nee. Volkswagen moest wel echt aan de bak. Ja. Ja. En die hebben toch niet gehaald op een half grammetje per auto na. Lullig. En dat kocht dus 100 miljoen euro. Ja. Dus heb je ook een idee? Hatsenflats. Waarom er toch inderdaad potentieel zo'n golf aan elektrische auto's zo de markt op gaat komen en is gekomen. Ja, en gewoon staat te wachten. Dus kijk gewoon op de occasion sites. Ja. Vervelend is wel vaak dat al die elektrische auto's en ook de hybrides zonder btw worden geadverteerd. Ja. Nou, zoals je weet, wij zijn met een manifest bezig. Ex-btw, weg ermee. Want dit is gewoon heel vervelend. Oneerlijk speelveld. Ja. En voor een particulier zeker, als je gaat sorteren, de goedkoopste zijn altijd zonder btw. En dat staat dan weer in de tekst. Ja. Dan moet je dat duurt nog even en dan is dat ook opgelost. Dat is gefixt. En dan, er staat genoeg te koop. Ja. En er komt alleen maar meer. Ja. Ja, jongens, jullie gaan allemaal elektrisch. Ja, dat weet ik nog niet. Maar het is een interessante tijd om zeg maar daarmee bezig te zijn. Want er gaan gewoon dingen veranderen. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Ja. Nou, Martijn, dankjewel voor je toelichting. Jullie ook bedankt. Graag gedaan. Altijd leuk om hier even te komen. Ja. Jullie bedankt voor het kijken. Tot hier op gered.